Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video of ja, vlog van Magical Rides. Ja, jullie hebben het natuurlijk al gelezen in de titel. We gaan vandaag voor de tweede keer naar de Addams Family. Ja, de Addams Family is een super leuke show. Ja, een leuke show is moet je twee keer bekijken. En ja, er komt geen DVD van, dus reden te meer om nog eens te gaan. Ik weet niet of jullie dit zien, maar daar zit Steven van Magical Bucket List. Abonneer heel zeker op dat kanaal en op dat van Kimberly, want er zijn ook heel veel leuke video's. Ja, helaas mogen wij niet filmen in het theater, de vorige keer ook niet. Dat zijn de wetten van de Addams Family. Maar het maakt niet uit. Ik ga jullie nu een paar hoogtepunten laten zien uit de show. En dan daarna zien we elkaar terug. En we hebben nog een speciale verrassing normaal gezien. Dus zeker blijven kijken. Als de dag verdwijnt en de maan verschijnt, draait mijn teer bestaan enkel om de maan. Dit gevoelig lied, dat begrijpt men niet. Hij is mooi, hij is lief. Mijn charmante hartendief. La 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 la. In een droom verdwijnt de kou als hij zegt ik hou van zonder hond in de val. Elke keus is niet heus, alles blijft toch dubieus. In de val, de val. Een leugen die vervuilt, maar als mijn dochter huilt, je kan van mij verwachten dat ik echt dood eerlijk ben. Geen vrouw kan dat waarderen zoals zij zo heerlijk zijn. Wat is snel adequaat? Wie geeft mij goede raad? Of ik bijt op mijn lip, gooi mijn pond tegen de krip. Wat een stunt, dat is mijn punt. Ach, wat ben ik toch gerund in de val. Mijn geslacht geeft mij kracht, geeft mij wijsheid in de nacht. Elke list, als je wist, weer een nagel aan mijn kist. Want het blijft toch je kind, maar Morticia's kille wind lokt mij toch weer in de val. In de val. In de val. Zo, dat was dan weer de Addams Family. Ja, voordat we het gaan hebben, hoe het gehad hebben en zo, eerst even een paar beelden van een bijzonder momentje. Dat had ik jullie beloofd namelijk.
Leuk, hè? Ik had dus eigenlijk de speciale kans gekregen om een foto te nemen met Tony Neef. En we hebben nog een paar leuke foto's gekregen. Die zien jullie hier. Let vooral op Milène. Het was vanavond een feestje voor de Ens Family, voor carnaval. En ze had een snor. Maar dat maakt mij niet uit, want dat was leuk. En Steve, hoe vond je het? Oh, ik vond het echt geweldig. Het eerste deel was super grappig. Het tweede deel, ja, kwam alles goed en was ook heel mooi. Mm-hmm. Maar ik vond het eerste deel vooral hilarisch. Echt. Ja, het eerste deel. Zeker de moeite waard om te komen. Ik vond, we gaan hier de lift moeten gaan natuurlijk. We zitten hier lekker terug in de warmte. Want ja, als je zo op artiesten wacht, dat kan alles koud overkomen. We hadden, ja, een geluk bij een ongeluk. Pia was er niet. Geen idee waar ze was, maar ze was er niet. Die is lift, is het toch? Hoezo is dat geluk? Geluk bij een ongeluk. Want haar vervangster was Marjolein Tepe, die we de eerste keer hadden als Wednesday Adams. En die was wel heel goed. En dan de understudy van Wednesday was ook heel erg goed. En kregen we zo op die manier toch wel een beetje een andere voorstelling. Wat sowieso wel al het geval was. Want ja, ik vond het eigenlijk een heel... Ja, daar kan Steven niet over oordelen. Maar ik vond het eigenlijk een heel andere voorstelling. Steven, wat was eigenlijk jouw favoriete... Ja. Hallo, goedenavond. Wat was jouw favoriete gedeelte, Steven? Wow. Het moment dat de ouders toekomen in het Adamshuis. Oh ja. En voorgesteld worden aan de familie. Dat is inderdaad een heel leuk stuk van de musical. De eerste contacten met Lurch. Trouwens, super vriendelijke man. Absoluut, maar we hebben hem ontmoet. Ja, we hebben hem ontmoet. Echt, maar de beste van de hoop blijft Tony Neef, a.k.a. Uncle Fester. Ja, echt een super vriendelijke mens. Die nam gewoon de tijd vlak voordat hij op moest. En ik heb er net nog een knuffel van gekregen. Dus ik vond het echt... Ik vond het echt heel leuk. En zijn liedje over de maan, dat jullie net nog normaal gezien hebben in het Klein Overzicht. Ja, dat is een prachtig nummer natuurlijk, hè. Oei, heel emotioneel. Ja, absoluut. Voor diegenen die denken van... Adams Family, dat is niet voor mij. Je vergist je. Adams Family is een prachtige... Heel grappig. Ja. En emotioneel ook wel. Ja, een beetje. Ja. Het gaat over een... Je moet de engheid... De liefde. Over de liefde. Liefde, inderdaad. Dat is de juiste uitspraak, Steven. Het gaat over liefde. Nou ja, ik zou zeggen, met liefde ga ik afscheid nemen van jullie. Gruwelijke liefde. Of een gruwelijke liefde. Ja, gruwelijke liefde. Ik zou zeggen, ik sluit af voor vandaag. Hartelijk bedankt voor het kijken. Abonneer jullie zeker op ons kanaal. En op dat van ons. En op dat van hem en van Kimberly. Magical Bucket List. Magical Bucket List, zeker doen. En wat moet ik nog zeggen? Graag tot de volgende keer.